Ik sta hier met Leo Schreur en ik ben vrijwilliger bij Huntenkunst. Ja, inderdaad. En hoe is er eigenlijk zo gekomen? Ja, nou, de buurman heeft me gevraagd. In het verleden was ik vrijwilliger voor Veilig Verkeer Nederland. Ja. Waar ik altijd met plezier gedaan heb. Ruim 10 jaar. Ja. Nou, en ze waren ook eigenlijk jammer. Ze vonden het jammer dat ik er wegging. Ja. Maar goed, maar je wil eens een keer wat anders. En de buurman heeft me daarvoor gevraagd en gestrikt. Ja. Nou, en ik vind het ook wel leuk. Want het is nu maandag en hoe lang ben je hier al aan het werk? Vanaf vorige week al. En die week daarvoor hebben we al die schilderingen al gemaakt. We hebben al de affiches eraf. Nieuwe moesten erop. Dus we hebben al dat spul allemaal schoon moeten maken. Nou, en hier ben we nu voor de derde dag bezig. Ja, en hoe? Dus zaterdag, zondag en vandaag. En hoe bevalt dat? Goed. Ja? Goed, ja. Je moet even een beetje een team hebben, waar je mee samenwerken om die schilderen allemaal in elkaar te zetten, die units. Nou, dat vind ik wel aardig. En lopen jullie een beetje op schema, denk ik? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, tenminste, zo werk ik zo links en rechts hier. Maar ja, dit is ook het eerste jaar dat ik het doe. Mm-hmm. Dus ja, mm-hmm. En dat zal moeten blijken. En kan je vrijdag zelf ook nog kijken? Naar ja, uiteraard. Ik mag aannemen dat de vrijwilligers ook uitgenodigd worden daarvoor. Dus, ja. Dus dan kun je vrijdag het eindresultaat zien van jullie werkzaamheden. Ja. Nou, en wellicht dat de kunstenaars misschien nog een handslag geholpen moeten worden. Voor het een en ander ophangen. Of ja, tenminste heb ik iets van gehoord. Ja, ja. Dat is ook een beetje een taak van de vrijwilliger. Mm-hmm. Nou ja, en verder dan zien we wel. Dus voor mij ook de eerste keer. Ja, ja. Nou, bedankt voor dit korte gesprekje. Ja, oké. Graag gedaan.